Dames en heren, welkom bij het openingsgala van de Autorij 2007. It's showtime! De auto, onze heilige koe. Zelfs al staan we elke dag in de file, niemand krijgt ons nog uit onze auto. In ons deskundige panel vanavond een aantal prominente Nederlanders die antwoord gaan geven op de volgende vragen. Vraag 1. Kunnen we nou echt niet zonder auto? Ik heb zelf geen auto en dat gaat heel goed. Maar ik besef me natuurlijk wel dat heel veel mensen wel graag een auto willen hebben. En dan is het fijn als die zo zuinig en schoon mogelijk is. Ik ben nogal druk, nog veel op pad. En zonder de auto denk ik niet dat ik overal kan komen waar ik wil zijn. De jaren dat ik aan het varen ben, dat ik weg ben, dan ben ik zonder auto. Als ik in Nederland ben, zou ik niet zonder auto kunnen. We kunnen wel sommige tripjes zonder auto doen. Met de fiets is fantastisch. Soms het openbaar vervoer, maar zonder auto kan ik absoluut niet. Nee, absoluut niet. De auto vind ik een feest qua vorm en qua rondrijden. Ja, als nou het openbaar vervoer zo perfect was, zoals jullie dat in Londen bijvoorbeeld, ja, dan zou ik die auto aan de kant kunnen gooien. Maar daar is Nederland nog niet aan toe. Ik heb een programma dat begint om 6 uur 's ochtends en dan rijden er gewoon nog geen treinen. Dus ik moet wel een auto hebben, helaas. Ik zou wel zonder de auto kunnen, maar ik zou het niet willen. Afhankelijk van waar ik naartoe wil, neem ik of de auto of de trein. Ik zou niet zonder een auto kunnen en ik zou ook niet zonder een auto willen. En ik denk dat dat voor heel veel Nederlanders geldt. En juist daarom is het zo belangrijk dat we die auto echt een toekomst geven. Door met z'n allen de auto duurzamer, stiller, schoner en zuiniger te maken. Zo heeft die auto vol de toekomst. Nou, u hoort het, de auto gaat er dus niet uit. En dat is niet zo mooi voor het milieu, want hoe houden we de planeet waarop we leven nog leefbaar? Met schone lucht en een groene natuur. Oftewel, tijd voor vraag 2. Gaan mobiliteit en milieu eigenlijk wel samen? Mobiliteit en milieu is op zich geen logische combinatie. Daar moet je voor werken om dat succesvol te laten zijn. Milieu en mobiliteit gaan heel goed samen. Neem bijvoorbeeld de hoge snelheidstrein. Zeer concurrerend vergeleken met de auto en het vliegtuig. Maar een stuk schoner, 10% van de CO2-uitstoot. Kijk, ik vind altijd met milieu denk ik altijd, laten we elkaar geen mietje noemen. Het feit dat je leeft op deze planeet is slecht voor het milieu. Dus als je daar tegen bent, moet je zelfmoord plegen en dan zijn we er klaar mee. Zonder mobiliteit hebben we geen goede economie. Is er ook weinig ruimte voor goed milieubeleid. Wij hebben dus mobiliteit nodig. Alleen de uitdaging is om mobiliteit niet tegenover milieu te zetten, maar om met z'n allen te zorgen dat die twee steeds meer hand in hand gaan. Precies. Meneer Wegman van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, bent u er klaar voor? De volgende vraag is namelijk voor u. Hoeveel veiliger zijn auto's de laatste jaren nou eigenlijk geworden? In de afgelopen jaren zijn auto's fantastisch veel veiliger geworden. Aan de ene kant is dat de wetgeving in Europa geweest. Maar aan de andere kant, de auto-industrie zelf ook heeft investeringen gedaan om die auto's veiliger te maken. Als ik het heel persoonlijk op mezelf betrek, dan weet ik wel dat de auto veiliger is geworden. Ik heb echt dingen meegemaakt die ik eigenlijk voorheen niet had kunnen navertellen. Wat je natuurlijk ziet ook is een ontwikkeling, dat men natuurlijk voor de lagere prijsklasse zo goedkoop mogelijk een auto wil maken. In allerlei landen die net in opkomst zijn. Je kunt je afvragen of dat nou altijd te veilige auto's zijn. Het is ook wel een beetje betuttelen, hè? Dat moet ik er wel bij zeggen. Mensen gaan toch ook op vrije wil de auto in. Wat nog ontbreekt is eigenlijk een goede veiligheid voor voetgangers en fietsen. En daar zullen we in de komende jaren nog heel veel in moeten investeren. Fietsen, ja. Heerlijk hoor. Lekker stil, schoon en zuinig. Net als zeilen op de wind. Waar denkt een zeezeiler aan bij zuinig? Als ik denk aan zuinig, dan denk ik toch aan brandstof. Ja, en wij wonen in Europa, in Nederland, waar de brandstof heel duur is. Maar ik hou ook van hard rijden. Als ik een auto rijd, dan rijd ik hard. En dat vind ik leuk. Dat is een stukje van mijn vrijheid. En dan is die auto in één keer niet meer zuinig. Zuinig. Ik ben nu van de week toevallig in Zuid-Frankrijk geweest met Richard Homburg. Die heeft een mooie Falcon. Ja, die zuipt kerosine. En dat geldt natuurlijk voor een dure Bentley ook. Maar Richard zegt tegen mij, en daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, het gaat er niet om wat het kost, maar het gaat erom wat het oplevert. Bij zuinig en schoon denk ik natuurlijk in eerste instantie aan energiezuinig, milieuvriendelijk. Maar ik denk ook aan zuinig omgaan met de schaarse tijd die we allemaal hebben. Dus je reistijd goed kunnen gebruiken, bij kunnen werken, lekker kunnen lezen. Dat is voor mij ook zuinig. Vroeger was altijd het beeld van een zuinige auto, ja, die rijdt niet lekker, dat ding komt niet vooruit. En ik denk dat de eye-opener van de laatste paar jaar is dat je met hybride techniek en ook met tal van andere technieken
een superzuinige auto kunt hebben die nog hartstikke goed rijdt ook. Het gaat er dus om wat het oplevert. Aha, veel pk's, met lekker veel vermogen en met brullende uitlaten. Is de auto nou een aanslag op onze rust? Moet de auto stiller? Lawaaideskundige Giel Beelen, wat is daarop uw antwoord? Mensen zullen me erom haten, maar ik vind de auto, dat hoort inmiddels in 2007 net zo bij de natuur als de vogels die fluiten. Ja, een geluid hoort bij een auto. Ik weet nog goed dat ik toen ik 20 was, toen kocht ik mijn eerste MGB GT. En er zat zo'n heerlijke gorgel in die uitlaten. Mijn vriendinnetje wist op 400 meter afstand dat ik er al aan kwam. Ja, ik vind stilte vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Men kan gewoon kiezen tussen een auto die heel stil is. En men kan kiezen tot een auto waarvan je nog voelt, ik rij. Stilte wordt steeds schaarser in Nederland. En stilte is belangrijk voor mensen. Dat het op sommige plekken nog echt stil is. Ja, auto's produceren lawaai, maar gelukkig alweer veel minder dan vroeger. Ook daar zijn we op de goede weg. En we zullen met de auto's, maar ook met de bandenindustrie, moeten blijven zoeken naar stillere auto's die de omgeving minder belasten. Ja, dames en heren, u ligt lekker onderuit in uw stoel en u denkt, wat een heerlijk filmpje. Maar het is alweer tijd voor de laatste vraag. Ach, maar het is een hele makkelijke vraag, dus iedereen heeft het goed. Dit is hem. Wat is daadwerkelijk showtime? Ja, showtime is ja, laten zien wat je kunt. Dus is uitdagen. En wij dagen nu de auto-industrie uit om met veel schonere en zuiniger auto's te komen. Als ik aan showtime denk, denk ik aan sterren. En sterren zijn ook bij auto's heel belangrijk. Want er is in Europa afgesproken dat veiliger auto's meer sterren krijgen. En ik hoop dat in de toekomst auto's nog meer sterren krijgen, waardoor ze nog veiliger zullen worden. Nou, ik vind showtime met een auto geweldig. Ik vind als je een auto hebt waarvan je iedere dag als je buiten komt, je denkt, daar staat hij weer met die kont en die brengt mij overal naartoe waar ik wil. En dat is showtime. Showtime, zei je? Nou, showtime heb ik ook gehad. Mijn eerste auto was een SLC Mercedes, een halve sportwagen. Ik heb een oude 928 Porsche gehad met 320 pk. Dat was showen. Ik heb vreemde Mazda's gehad met die rotatiemotor erin. Die RX-7, ik vond ze prachtig. Dat was showtime en ik had het een beetje van je ego. Je vond het geweldig. Bij showtime denk ik aan de kernuitdaging voor de komende jaren die voor ons liggen. Namelijk om de auto steeds milieuvriendelijker te maken, steeds duurzamer, veiliger, stiller. En dat te doen door als overheid heel goed samen te werken met de automobielfabrikanten, maar ook heel goed te luisteren naar de wensen van de automobilist zelf. Want wij moeten af van het beeld dat goed milieubeleid betekent dat je de automobilist pest en de automobiliteit probeert terug te dringen. En we moeten toe naar het beeld dat het net leuk is en een uitdaging is om die automobiliteit steeds milieuvriendelijker te maken. Ik vind wat dat betreft dat de autorij dit jaar een schot in de roos is. Dames en heren, welkom bij de officiële opening van de Autorij 2007.